Antwerpen leeft. Op 6 oktober zal het net 100 jaar geleden zijn dat John Lundström geboren werd. John Lundström werd geboren in het Schipperskwartier, waar zijn vader een zeemanscafé openhield. Zijn achternaam had hij van zijn grootvader, een Zweedse zeeman die zich in Antwerpen had gevestigd. In de jaren 30 verhuisde het gezin Lundström naar het Kiel, maar het zeemansleven zou een vast thema in de muziek van John Lundström blijven. Naast zanger was hij animator van kinderen, docent in de sociale school en lid van de Antwerpse Snorrenclub, waarvoor hij het snorrenliedje componeerde. John Lundström overleed in 1990. En nu, 100 jaar na zijn geboorte, wordt John Lundström herdacht door een heleboel Antwerpse artiesten, zoals Dab Sjaars, Alex van Haken en de cast van Theater Zeemanshuis, Tout Zot, Wienand en Lutje Visterin. Dat gebeurt allemaal op 6 oktober vanaf 14 uur in Jongerencentrum Ahoy aan de Kosterijstraat in Weinigem. De toegang bedraagt 8 euro.